Ja, Ruud de Sport dus. Los van het songfestival, wat dan toch echt op losse schroeven komt te staan. Dit weekend geen Sparta Feyenoord, geen Stadsderby. Volgende week geen klassieker, geen Feyenoord Ajax. Hoe gaan we dat in het voetbal allemaal oplossen? Nou ja, allereerst als ik dit zo hoor en dit vermoedde ik al. De sport heeft zich gericht op 1 april. Maar op 1 april zijn we er denk ik nog niet. Dus de gedachte dat je na 1 april weer lekker kan gaan voetballen is denk ik niet reëel. En dus komt het einde van de competitie gewoon in gedrang. Het EK gaat dat door. Nou, daar gaat de UEFA iets over zeggen. Wat wij interessanter vinden is natuurlijk wat er met de Eredivisie gaat gebeuren. Ja. En de bekerfinale? Ja, en de bekerfinale waar Feyenoord in staat op 19 april. Daar wordt nu gezegd, die gaat gewoon door voorlopig met publiek. Ja, ik zou het nu ook zeggen, maar dat is zeker niet reëel. Ik heb vandaag gebeld met de technische staf van Feyenoord, met Henk Vrezen van Sparta. Nou, bij Sparta het weekend vrij. En dan wordt er getraind maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. En dan hoopte Henk Vrezen dit weekend, dan wel volgend weekend, achter gesloten deuren te kunnen oefenen. Maar ja, dat mag niet. Dus dat is niet aan de orde. Bij Feyenoord dit weekend ook vrij. Daar gaan ze maandag verder kijken hoe nu verder. Ja, die willen ook natuurlijk gaan oefenen. Maar dat is gewoon niet reëel. Zeker ook niet achter gesloten deuren. Dus dat is een uitgemaakte zaak. Maar er zijn natuurlijk nog meer dan alleen voetbalwedstrijden. Wat dacht je van 25, 26 maart? Premier League darts in Ahoy. 2 keer bomvol Ahoy. Nou, daar is een mooie oplossing voor gevonden. Waarom? Het gaat naar het najaar. En dan is het ook de finale van de Premier League darts. Dus dat is een geluk bij een ongeluk, laten we het maar zo zeggen. En wat je dan ook hebt aan de andere kant, en daar ben ik benieuwd naar de mening van deze heren. In Engeland begint in Londen het OKT, het Olympisch kwalificatietoernooi boksen dit weekend. Dan doen Nederlanders aan mee, ook uit deze regio, Noeska Fontein. En dat gaat met publiek gewoon door. Terwijl alles daar ook stil ligt, maar het boksen, het Olympisch kwalificatietoernooi gaat door. Alles ligt er niet stil. De houding van Engeland is toch wat anders. En, ja, en Premier League voetbal en de professionele voetbal bedoel ik. Ja, oké, dat is wel zo. Maar dat is wat je dan ziet in Europa. Nou ja, we hebben de Brexit nu, ja, dus dat wil zeggen dat heeft ermee te maken. Die doen gewoon wat ze zelf willen. Nou ja, je ziet ook met Trump, die zegt ook van de Europeanen wegblijven, niemand mag erin, maar de Engelsen mogen er nog wel in. Dus het is wat wonderlijk. Maar goed, wat ons natuurlijk stoort, is dat er in Europa zo verschillend veel scenario's zijn over wat gaan we doen. We hebben dat met de Mexicaanse griep hebben we dat gezien. Er waren 28 landen en er waren 28 vaccinatieprotocollen. Wie wel en niet gevaccineerd moeten worden, hoe vaak ze gevaccineerd moeten worden. En dat zien we nu weer precies hetzelfde gebeuren. En dat, het wordt steeds zichtbaarder, die verschillen. Ja, hè? Vroeger ging niemand naar Engels voetbal kijken. En tegenwoordig kijkt de helft van de Nederlanders ook naar het Engels voetbal. Dus het is ook allemaal veel internationaler geworden. Dus je ziet ook allemaal, hey, daar doen ze dit. En waarom wij. Dus die vragen hoe het buitenland het doet, worden veel pregnanter dan vroeger. Vroeger maakte er niemand zich druk wat in al die landen. Ja, je lette op je eigen landje. En de wereld was vooral je eigen land. En daar zie je natuurlijk ook die. Dat is echt anders. Ja. Nou ja, goed, wat betreft die Nederlandse, maar ook internationale voetbalcompetities, die zijn nu straks pas zo laat klaar. Dan staat het EK daags voor de deur. Ja. Dus de kans dat het EK doorgaat, wordt ook steeds kleiner. U knikt al nee. Ze kunnen toch zonder publiek voetballen? Of is dat is niet echt gewenst. Dat is niet echt gewenst. Ik zou dan gewoon niet voetballen. Wat heeft het voor zin? Een voetbal in een leeg stadion. We hebben het gisteren in de Europa League. Het ziet er gewoon niet uit. Ja, weet je, het is vervelend. Maar dan hebben we maar een keer geen kampioen. Ik bedoel, als ik zie wat de consequenties voor andere mensen zijn, voor een bedrijf als KLM, dan denk ik, dat vind ik vele malen groter dan een keer geen voetbalkampioen. Hoor. Ja,